We beginnen bij het begin, want wat is CO eigenlijk? Het is een gas dat je niet kan zien, ruiken of proeven. En het is giftig. Je wordt er misselijk van en krijgt hoofdpijn. En als je te veel CO inademt, dan kan het zelfs dodelijk zijn. Maar dat is heel uitzonderlijk, want het is eigenlijk gemakkelijk te voorkomen. Ja, CO ontstaat wanneer toestellen om te verwarmen, zoals de ketel voor je centrale verwarming of de boiler voor warm water in je badkamer, slecht werken. Of wanneer je verwarmt met toestellen die daar niet voor bedoeld zijn, zoals een barbecue in je living bijvoorbeeld. Als je dan de ramen niet vaak genoeg openzet, blijft er te veel CO binnenhangen en dat kan gevaarlijk zijn. Maar als je genoeg verlucht, dan kan CO wel gewoon naar buiten. Dus als de toestellen in je huis goed werken en je af en toe verlucht, dan hoef je je zeker geen zorgen te maken. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken en abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.